Hallo julle, dit is lekker om vandaag de afkondigings met julle te deel. Eerstens gaan ek begin met die verjaarsdag. Baie geluk aan Rolof Menkveld, Rita Norton van die Palms en dan ook Vreed van Toren wat verjaar. Allemaal op zondag die 23ste. Corrie Feit, Mornay Nel, Lorraine Pretorius is ook Amanda Ter Blanche. Maandag die 24ste. Dinsdag Johan Houvleis, Alex van der Walt en Hermien van Wyk. Sy is 92, baie geluk ook daar by die Palms. Woensdag is het Anarisha Radijnse Beert en dan ook donderdag George Basson, Jan Besuidenhout, Claude Karsten, Joan Morkel, Connie Skooman en André van Wyk. Baie gelukkig elke van julle. Vrijdag Estelle Binneman, Johan Verrie, as ook Riani, Mathieu en Gina van Wyk, ook daar van die Palms. En dan zaterdag sluit ons die week af. Annie Bed, Krigo Erasmus, Barbara Groenewald, Sari Joubert, JJ Maritz, as ook Guillaume Swanepoel. En elke van julle mag dit een wonderlijke week wees en een geseënde jaar ook wees. Ons vier ook samen die Bijbelgenootskap 2020, hulle jaar van die Bijbel 23ste is ook hulle jaar wat hulle 200 jaar viering is. Baie geluk aan die Bijbelgenootskap. Julle is ook welkom om hulle te gaan ondersteun en ook op so'n manier jou bijdrage te lever aan die Bijbelgenootskap. Meer inlichting is op die scherm ook daarvan. Dan vir diegene wat sommer meer wil weet oor wat die kerk in sy breed doen ook in die Weskaap, is welkom om aan te sluit by kaapkerk.co.za vorentoe/vrydagnuus. Gaan kry al jou inligting daar en gaan lees ook sommer meer van wat in die synodale gebied van ons area aan die gebeur is en doen is. En dan herinner ek jou weer aan ons groeiproject. Dalk het jy nou weer kans om een paar groentesaad te gaan plant, contact my gerus as jy enige meer inlichting daar oor soek. Vrienden, dit is ons afkondigings vir die week. Meer inlichting kan jy kry op ons webtuiste as ook op ons YouTube channel, as ook is jy welkom om aan te sluit by ons WhatsApp groep. Hoop jy het een mooie week wat voorlê. Tot ziens.